Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 17 juli van Weerplaza. Het was vandaag een prima zomerdag, de zon scheen geregeld tussen de stapelwolken door. Het werd zo'n 21 graden vlak aan zee, tot nog 29 of 30 graden in het oosten van het land. Vanavond ligt de temperatuur tussen de 20 en de 22 graden, de wind zwakt geleidelijk aan af en ja, het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht is dat ook het geval. Lokaal kan er een enkele misbank ontstaan en het kwik daalt verder naar 12 tot 15 graden. Morgen begint de dag rustig en het blijft ook rustig wat de wind betreft. Er staat hooguit een zwakke tot matige wind, 2 tot 3 uit uiteenlopende richtingen. Langs het strand steekt misschien in de middag een wind van zee op. Het is een prima zomerdag met geregeld zon tussen de wolken door en smiddags wordt het 23 graden in het westen van het land tot 26 verder landinwaarts. En donderdag en vrijdag verandert er niet veel. Wel gaat de temperatuur in de middag iets omhoog. Landinwaarts kan het zo'n 26 tot 29 graden worden en de wind draait naar een noordelijke richting, neemt toen naar matig windkracht 3 overdag. Op zaterdag is de kans op lichte regen groter. Maar het blijft vrij warm met s middags 24 tot 27 graden. En als er regen valt, is het niet veel. En dat laat ook de meerdaagse zien dat de kans op zaterdag op regen iets groter is. En voor volgende week wordt het later in de week onstabieler, met ook vanaf woensdag kans op regen. En welke temperaturen horen daarbij? Deze week blijft het dus nog vrij warm en ook volgende week ligt de temperatuur vaak aan de hoge kant. Voorlopig zit de zomer dus stevig in het zadel. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.